En daarmee is het Ichthus College de eerste school in onze regio waar officieel het griepvirus is vastgesteld. Voor de zomervakantie werd al door virologen gewaarschuwd dat na de zomer de piek zal zijn van de griepepidemie. De vakanties in het buitenland vergroten het besmettingsgevaar. Op de basisschool wordt in eerste instantie luchtig gereageerd. Je moet wel je handen wassen. Je hoeft niet te plassen. Hoe zijn ze dat? Oké. Okay. Waarom moet je de handen wassen? Ik heb alleen de voorkant van de folder gelezen. Hoe heet het? Grip op griep. En daar stonden de handen wassen, dus ik zit nou iedere keer te zeuren over handen wassen. Het blijkt om de milde vorm te gaan, waarvan de verschijnselen lijken op de gewone griep. Het is vanaf een zondag ziek geworden. Allemaal boven de 39 graden koorts. Hoesten. Ja. En hoofdpijn, vooral klachten, waar ze normaal geen last van hebben. Toen hadden we zoiets van, nou ja, ze gaat wel, wordt wel weer beter gisteren. Van nou, zullen we ze dan morgen weer naar school doen? Maar ja, nu het geconstateerd is, hebben we zoiets van, laten we ze dan nog maar even thuis. En dan na het weekend zien we wel verder. De school heeft net als veel andere maatregelen genomen die de GGD voorschrijft. Toch kon het niet voorkomen worden. Papieren doekjes gebruiken als de, met snuiten of met niezen of zo. Goed ventileren in de groepen. En toch, ja. Volgens de directeur wordt het gevaar van de griep opgeblazen door de media en leidt dit tot onnodige paniek. Ik vind het ook wel belangrijk om dat te zeggen, dat de hectiek niet groter wordt. Ik moet zeggen, ook nu het gisteren bekend werd, dan is de hectiek eromheen erger dan de situatie op school met de kinderen. Want wij zeggen nog steeds, ja, een aantal kinderen zijn ziek. Ouders kijken er gelukkig goed naar. Wordt goed overlegd met de ouders. Dat loopt. Je vangt de kinderen op. En je zegt ook tegen elkaar, ja, een paar kinderen zijn ziek, net zoals bij een andere ziekte. We zullen dus als ze terugkomen even goed moeten kijken of even een stukje stof herhaald moet worden. Dus we vangen dat op.